wat er vooraf ging in rust. Want we zijn hier inmiddels een huis aan het bouwen op deze berg. Oh shit! Oh darn! Ik heb het verneukt. Oh, we zijn fucked. Maar toen was de ommekeer. Yo dames en heren, ik heb besloten om naar een andere rustserver te gaan. En de reden daarvoor is eigenlijk vrij simpel. De vorige rustserver waar eigenlijk de eerste twee afleveringen op opgenomen zijn, die was gewoon, ja, dat was niet de perfecte server. Er was geen gezellige community. Ik kon eigenlijk ook niemand vinden waar ik mee samen kon spelen, die er al langer op zat. Dus ik heb besloten om naar een andere server te gaan. En deze server is een lekker spelen server. Op deze server spelen ook alle andere YouTubers eigenlijk in Nederland die rust doen. Zoals Don van Gameneer en dat soort mensen. Ja, ik heb er nu ook al lekker wat vrienden op. En dat is natuurlijk super chill, want dan, ja, die vrienden die zijn al een stuk verder. En ik weet niet of jullie hem kennen, maar zijn naam is Kaaskoket. En hij heeft een ziek grote base en dat soort dingen. En daar ben ik echt super blij mee. En die kunnen mij helpen met het opbouwen van mijn gedoe, zeg maar daar. Dus dames en heren, hopelijk gaan jullie lekker genieten van deze aflevering van Rust. Hopelijk halen we weer die 400 likes op deze aflevering. Dat zou echt super chill zijn. Dames en heren, jongens, meisjes, bedankt voor alle support op de eerste twee afleveringen. En geniet lekker van deze. Oké, dus in de server leerde ik al gauw nieuwe vrienden kennen. Waaronder Kaaskoket en zijn hele team. Van Fruin Gaming. En deze jongens die dachten, hey, dat is Ties. Laat ik Ties maar even al die moeite van alle loot verzamelen. Laat ik hem dat maar even. Ik heb daar geen goed woord voor. Laat ik hem dat maar even, geen idee. Besparen. Dat was hem. Dus gaven ze mij allemaal loot en kon ik gewoon een super chille base bouwen. En dat was natuurlijk hartstikke nice, want ik dacht, woehoe, base. En natuurlijk kreeg ik ook wat lekkere wapentjes en wat leuk armor. En dat was natuurlijk allemaal super chill. Nog steeds een dikke shout-out naar hun. En op het gegeven moment was mijn base eigenlijk al best wel groot. Maar goed, ik ging toen eten. En een half uurtje later was ik weer terug en begon ik weer met het verder bouwen. Maar ze zeiden dat ik een verrassing zou krijgen. En dit... Dames en heren, dit was de verrassing. Holy shit! Tulpje, gefeliciteerd! Holy shit, jongen! What the fuck? Jezus! Jezus, tering. Thanks, man. Alleen, hoe kom je... Misschien moeten we dit met C4 opblazen, anders moet je buitenom de trap in. Snap je? What? Nice, nu heb ik ook even wat ammo voor mijn P250. Oké, dus het lijkt erop dat we nu eindelijk wat goede bondgenoten hebben. En daar ben ik echt super blij mee. Dus we hebben nou echt sikke wapens. Dat is echt allemaal niet normaal. En toen was het tijd om de eerste keer zwaar gewapend op pad te gaan in rust. Hoe zal het aflopen? Je ziet het in de volgende aflevering. Nee, just kidding. Geniet ervan. Stikt hier van de personen, joh. Even kijken of ik geen deurtje heb openlaten. Nee. Oké, en de jongens waren weer op reis. Hoe zal dit verder gaan? Nee, de aflevering is nog niet afgelopen, gelukkig voor jou. Misschien is die pas net begonnen, dat weet ik niet. Want ja, ik neem gewoon hele sessies op. En dan op het gegeven moment, ja, dan zal het wel goed zijn. Waar gaan we heen? De hangar. Oké, de oude vertrouwde hangar. Dat bepalen wij wel. La, het wordt nacht. We zijn inmiddels aangekomen bij de factory. En ja, dit is ook de spot waar ik mijn eerste huisje van de serie had. En ik heb natuurlijk geen ammo. Hallo, nee, ik heb het niet, alsjeblieft. Laat hem leven. Peace, man. Nou, laten we verder gaan, zou ik zeggen. Ik moet een beetje in de gaten houden, want ik zie helemaal niks. Dus ik moet echt goed met mijn flashlight blijven shinen. Niet zo snel, jongens. Disco! Een naakte man met een supergroot geweer. Logisch. Ah, daar brak ik bijna wat. Small radiation. Ja, daar is iemand. Ik zie personen. Waar? Op de straat. Maar hij was naakt. Nee. Meneer de aap heet hij. GG. Good night, sir. Waarom zeggen jullie dat altijd als jullie iemand killen? Nou, hij hoort het, zeg maar. Hij hoort het. Als jij hem killt, dan hoort hij nog wat je zegt. En wordt hij flink geschoten ergens. Ik heb nou 3 verschillende wapens bij me. Die naakte man hebben waarschijnlijk echt een scheidhekel aan ons. Ja, iedereen op deze server heeft een scheidhekel aan ons. Airdrop? Oh nee, wacht, dat is in het echt. Lol. Ik dacht, yes, airdrop. Vliegt er in het echt een vliegtuig langs. Mijn kogels zijn op. Heeft een van jullie nog allemaal voor mij? Ja, ik heb wel eten voor jou. Oké.
Zullen wij weer naar een ander dorpje gaan? Ja, er is een boogman die schiet op de grond. Ik zie hem. Ja. Je zal dit niet overleven, jongeman. Laat je zien of we killen je. Ja, we killen je sowieso. Ik nou, zie niemand. Waar is Wonderpaard? We zijn hier boven op de rots. Ah, oké. Je had hem bijna gekild, hè, Floris? En wij lopen door de veilige landen van rust. Ah, you're dead. Let's go on, mate. Daarvoor loopt iemand in het veld. Oh jongens, dit spel is zo niet normaal verslavend. Ja, ik heb echt al 3 dagen met een steen moeten waggelen. Drop iets, son of a bitch! Ah, zie je het niet een beetje ver weg? Oh my god, die is nooit meer fluit in de mic, alsjeblieft. Freerunnen! Zullen we even vragen of iedereen hierheen komt? Ik heb het gevraagd. Kijk de chat. Wat is dit nou weer voor een vaag huisje, joh? Mooie architectuur. Hij heeft gewoon wat random dingen neergezet. Feestje! Fire and all! Oh, wat? Oh. Een blueprintje voor mij. Nou, hij heeft in ieder geval nog zijn huis nu. Waarom mollen we eigenlijk alles? Gewoon om hem te pesten. Wat voor guns heb je dan gekregen? Een M4 en een Perfect MP5 A4. Volgens mij is hier niemand. Even laten horen dat we er zijn. Hier is ook iemand net begonnen zo te zien. Hallo? Oh, ik dacht dat je naakt was. Oh shit. Hoe gaat het verder? En krijgt hij zijn stoepel terug? Dat zie jij allemaal in de volgende aflevering van Rust. Vergeet dat duimpje omhoog natuurlijk niet te doen. En dan zeg ik, doei doei!